zes. Stadsgilde Sint-Catharina, die dadelijk bij de openingsceremonie aanwezig zullen zijn. Mag ik dan nu het woord geven aan de voorzitter van de stichting Olungo Drop, mevrouw Steinbach. Vandaar ook de tentoonstelling. Hiermee wil ik laten zien wat ons leven is geweest, onze geschiedenis, vanaf het jaar 1420 tot heden. En ik hoop dat u straks met veel interesse langs de tentoonstelling loopt en dan toch denkt van, ja, wij weten nu veel meer van de Sinti-gemeenschap in Nederland. Ik hoop in ieder geval dat er deze week
veel scholen langs kunnen komen. Het is ook gemaakt voor de jeugd die meer interesse krijgt in de geschiedenis van de Sinti in Nederland. Scholen zijn nog altijd naar hier te halen in de week van respect. Bedankt voor jullie aanwezigheid allemaal. Het zo belangrijk is dat deze tentoonstelling er vandaag is. En daarvoor wil ik eigenlijk eerst teruggaan een stukje in de tijd, 1995. Ik kreeg onlangs van Peter Jona, een aantal van u misschien wel bekend, een mailtje toegestuurd waar ik daarna nog geregeld heb meegemaakt. Toespraken, muziek, kinderen die namen van omgekomen leeftijdgenoten voorlazen, maar over Sinti en Roma geen woord. Opeens ontstond er een roezemoes. Ik zag en hoorde dat Wijs naar voren was getreden en... Ja, het begon eigenlijk vorig jaar. Toen hadden we een erfgoedprijs. We hebben elk jaar is er een nieuw thema bij een erfgoedprijs. En dit keer was het immaterieel erfgoed. En mevrouw Meinhard heeft zich daar toen ook opgegeven. En toen was de stemgemeenschap uitgenodigd om een krans te leggen bij de dodenherdenking. Dat is gebeurd. En nu staan we hier met Olugodron, de tentoonstelling die dus vandaag geopend wordt. Dit maakt mij ook door alle emotie, volgens mij ook een van de grotere volkeren zonder eigen land. En dat maakt het ook moeilijk, want als je kijkt naar de positie van Roma in bijvoorbeeld Slowakije of in andere Oost-Europese landen en misschien ook wel in Nederland, is het denk ik wel belangrijk om deze aandacht vast te houden. En, Mag ik dan bij te verzoeken met de wethouder onder begeleiding van het stadsschilder Sint-Catharien. Thank you.